Hier in het gloednieuwe Capital C aan het Weesperplein in Amsterdam spreken we af met een voetballer die de harten van veel Ajaxiden heeft gestolen. It's opening up for Dusan Tadic and Berghuis. Steven Berghuis does it again. Steven Berghuis, zoon van oud-prof Frank Berghuis en Diana en de oudere broer van Tristan. We komen te spreken over zijn eerste jaar bij Ajax, zijn nogal eigenzinnige karakter, het eindeloos voetballen op straat, zijn familie en vrienden en de plek waar hij is opgegroeid. Apeldoorn, ja. Je stad? Dorp is het volgens mij. Is het een dorp? Nee, dorp wel. Met stadsrechten ja, misschien? Ja, zoiets, ja. Ja. Ik en Tris werden wel door mijn ouders heel erg vrijgelaten in keuzes en in wat we wouden doen. Vrienden kwamen ook wel graag bij ons altijd, mijn vriendjes kwamen altijd bij mij slapen, zeg maar. En het was wel allemaal heel erg open en ze vonden mijn vader altijd leuk en grappig en ze vonden mijn moeder altijd, ze kwamen graag bij ons thuis. En dat was wel een fijne omgeving om in op te groeien en eigenlijk is dat nog steeds zo. Als ik een verjaardag heb of zo, dan staan mijn vrienden soms vaker bij mijn ouders dan bij mij. En die band is gewoon top. Berghuis is van zichzelf al op jonge leeftijd heel direct. En leert nog meer voor zichzelf opkomen door alle uren op straat met zijn vriendengroep. Ook wel vaak vrienden met buitenlandse jongens, Turkse jongens, Marokkaanse jongens. Ik heb een Congolese vriend. Dus het is ook wel een beetje, ik ben wel in verschillende culturen opgegroeid eigenlijk. En daarin ook heel veel opgestoken en altijd wel mijn mannetje gestaan. Ik was altijd wel ook wel buiten aan het voetballen. En dus dat heeft mij ook wel heel erg geholpen eigenlijk. Beetje bravoer? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Jullie reden altijd in zo'n gele Ford K. Klopt. En dan al toeteren naar iedereen. Wat was dat? Ja, dat is mijn vaders humor, ja. Oh ja? Ja, ja. Wat doet hij dan? Ja, had meerdere dingen. Hij had toeteren en dan andere kant op zwaaien. Dat mensen keken, wie zijn dat? Vast de McDonald's 10 meter verder stond, vragen waar de McDonald's is. Dat soort humor. Ik had altijd zoiets van, doe normaal. Maar mijn vriendjes hadden altijd zoiets van, dat vonden ze echt fantastisch. En tot op de dag van vandaag, op een verjaardag, dan is hij moppen aan het vertellen met een paar drankjes op. En mijn vrienden hangen aan zijn lippen. Dus dat was wel, ik heb echt top jeugd gehad. De voetbalcarrière van Berghuis verloopt anders dan bij de meeste spelers op dit niveau. Hij debuteert op zijn 15e bij WSV in Apeldoorn in de hoofdklasse, nadat ze hem bij Vitesse niet goed genoeg vinden. Lang bij de amateurs gespeeld en lang op een leven geleid zoals heel veel jongetjes dat nu doen, gewoon normaal naar school gaan. Niet zoals de jeugdspelertjes van Ajax die al met busjes worden opgehaald en hele dagen met voetbal bezig zijn. Dat was ik wel, maar ja, eigenlijk op een normale manier en daar heb ik wel heel veel aan gehad. Hij is een laatbloeier. Talent heeft hij wel, maar BVO's zien er te weinig in hem zitten. Niet mee verdedigen, heel snel in teleurstelling zitten, dat soort dingen had ik wel. Ben je heel erg in veranderd, hè? Ja, maar ook in de voetbalwereld. Als je wat wil bereiken, je zal op een gegeven moment ook moeten aanpassen. Ja, je kan niet helemaal jezelf blijven. Je probeert wel zo dicht mogelijk bij jezelf te staan. Maar je zou je toch wel moeten aanpassen. Ja, wil je ergens komen en wil je zo hoog mogelijk komen. En als je ziet hoeveel weerstand dat soms mij heeft opgeleverd. En dat is af en toe best zonde. En daarom heb ik geprobeerd die omslag te maken. En soms zit het er nog steeds in. Ik denk dat dat nooit weg zou gaan. Maar is karakter ook. Ja, ja. Maar wel altijd vanuit gewoon goede bedoeling, dat wel. En mee verdedigen? Niet echt. Nee. Nee, wat dan? Nee, niet omschakelen. Ik heb nog wel eens met toch weer die Turkse vriend over die dan achter mij stond. Die zei hoeveel kilometer ik voor jou heb gerend in de jeugd. Ja, ik was echt niet van het omschakelen, nee. Ik doe het wel voorin. Ah, ja. En als ze jou vroegen, kom Steven, mee verdedigen? Ja. Dan zei jij, hey, ik vraag jou toch ook niet om mijn doelpunten te maken? Ja, zoiets, ja. Ja, keeper een keer, Dat was jij? Ja, dat was ik. Dat was echt ik, ja. Ja, schakel eens een keer om, man. En dan zei ik altijd van, jij valt toch ook niet aan? Dat was een beetje mijn, daar heb ik echt de omschakeling wel in moeten maken. En ook willen maken.
Maar dat was ik echt vroeger, ja. Soms is de jonge Berghuis ook gewoon een beetje lastig. Of een tikkie recalcitrant. Ja, toch wel eigen mening, eigen idee. Vaak ook wel beter weten, maar soms ook de manier van communiceren naar mij toe. Wat soms niet werkte. Als jij dit niet doet, dan gaat het ook nooit wat worden. Weet je? En dan was ik altijd zo eigenwijs. Dat bepaal dan ik toch, zelf. Ja, dat ja. bepaal ik wel. Ja, dan toch niet, als jij dat denkt. Ja, ik dacht altijd dat ik toch wel beter was dan een ander. Zo stond ik er ook wel vaak zelf in. Gewoon overtuigd van mijn eigen. Daarin kon ik wel lastig zijn voor mensen. En ja, dat is op een gegeven moment best wel gedraaid. En ik denk dat gedraaid is toch wel echt bij AZ pas. Ja, dat Fortes Rodriguez mij ging benaderen in de zin, als jij dit en dit wel doet, dan ga jij naar daar, zeg maar. En die draaide het een beetje om. Heel simpel iets. Ja, dat daarmee pakte hij mij wel. Steven, welkom in je nieuwe thuis. Daar is de kans voor Berghuis. Natuurlijk niet zomaar een stap, maar ik sta er wel heel erg achter. Berghuis moet overlappen. Boom! Oh, oh, oh. Dat is de vierde assist van het seizoen. Daar komt Berghuis weer aan de bal. Het is 2-0. Blijf investeren, blijf werken. En dan zie je waartoe je in staat bent als team. Berghuis heeft zijn fratsen op jonge leeftijd en kleedt zich daar ook vaak naar. Een joggingpak is zijn favoriete outfit en haar potte gel heeft hij nooit genoeg. Heel lang haar, ja. Die deed ik dan zo met gel zo heel stijl zo naar achter. En kleding, als je het niet meer wilde gebruiken, gooide je dat vanaf de 12e of 13e naar beneden? Je bent op de hoogte. Ja, dat hebben mijn vrienden een keer gedaan, ja. Oh ja? Ja, die hebben een keer een trui naar beneden gegooid. Een hele lelijke trui was dat. Die mocht je niet meer dragen? Die kan je nog wel vinden. Die heb ik volgens mij bij Venlo, toen ik daar tekende, had ik hem aan. Je hebt ook wel eens gezegd dat je op je 20ste, 21ste absoluut niet zo ver was als nu sommige van jouw teamgenoten zijn. Ja, ik was veel ver weg. Ja echt een laatbloeier, denk ik. Misschien ook wel omdat ik heel lang bij de amateurs heb gezeten. Dat ik een bepaalde opleiding heb gemist. Wat aan de ene kant een heel groot voordeel, een hele verrijking in mijn leven is geweest. Ja, is het ook misschien een klein nadeel geweest dat ik sommige dingen niet heb gezien of niet heb geleerd in de jeugd. En, ik voelde echt pas tegen de tijd bij AZ in 2012, 2013, toen was ik 2, 3, 24, dat ik echt dacht, oké, nu kan ik op eredivisie niveau verschil maken en rendement aan mijn spel koppelen, zeg maar. Hoe ik dat voor ogen altijd had en dat ik wist dat ik het in me had, maar gewoon niet klaar voor mentaal, fysiek gezien. En dat was ook zeg maar frustrerend in mijn hoofd, als dat niet lukt, zeg maar. Berghuis moet in die jaren ook altijd aanhoren dat niet hij, maar zijn 4 jaar jongere broertje Tristan het echt zal gaan maken als profvoetballer. Nee, dat klopt wel, omdat hij was natuurlijk bij Vitesse een van de grotere talenten. En ook in de jeugdhelft van Oranje, onder 14, onder 15, onder 16, was hij eigenlijk ook aanvoerder altijd. Nou, dat zegt natuurlijk wel wat. Hij is op stage geweest bij Tottenham, bij Chelsea. Ja, daar moest ik echt niet aan denken toen ik 14, 15, 16 was. Maar wel van dromen? Ja, wel, dat wel. Oh, maar, ja. Nou, maar zover was je nee, totaal zover niet? Nee, zover was ik helemaal niet, nee. Hij was al snel serieuzer, maar misschien ook zeg maar, door de omgeving waarin hij zat. En ik voetbalde voornamelijk met mijn vrienden en hun broers. En op allerlei plekken. Tristan redt het niet als speler, maar is nu wel een van de jongste assistenttrainers in de Eredivisie. Bij Go Ahead. Ja, trots, dat zeggen we ook altijd in onze familie. Is altijd een beetje een apart woord. Ja, ook al mijn vader zei het laatst, ook al was hij gaan korfballen, ja, dan waren we nog steeds trots geweest. Dat is het niet. Het is, ik vind het gewoon mooi dat hij zijn droom, wat hij niet heeft kunnen waarmaken, dat hij dat nu in een andere weg gaat waarmaken dan als trainer zijn. Een nieuwe droom. Ja. En die knop heeft hij vrij snel omgezet en dat vind ik toch wel erg knap. Ik heb gewoon het gevoel dat mijn kwaliteiten gewoon perfect tot uiting komen. Uit de rebound wordt het hier uiteindelijk dan 0-3. Weer Berghuis. En daar de kans op de treffer en het is ook meteen raak. Hij scoort altijd tegen PSV. Ja, dat is waar ook, ja. En de volgende kans, en nu zit hij er wel in. Is het Berghuis, nummer 10 van vanavond, die de score ook. En dit team klopt gewoon heel veel op dit moment. Het is mooi om ook daarin iets toe te voegen.
En mijn vriendin komt uit Amsterdam, schoonfamilie dus ook. Geboren en getogen. Ik ga nu al 7 jaar met Nadine. Daarvoor speelde ik in Alkmaar, wat ook niet al te ver weg is van Amsterdam. Dus ik ging in Alkmaar op mezelf wonen. Toen was ik hier ook al wel regelmatig, dus het is niet helemaal nieuw. Hoe is dat, vader zijn? Ja, heel erg leuk. En het feit dat ik twee meiden heb, vind ik ook wel heel erg leuk. Ik was vroeger altijd wel zoiets van, typisch, ik wil een jongen hebben. Maar dat is eigenlijk helemaal weg. Sinds je eigenlijk wel. Ja, ik vind het alleen maar leuker eigenlijk, denk ik. Hoe komt dat, denk je, die omslag? Ja, dat weet ik niet, een soort gevoel. En vroeger was het toch altijd, ik wil met mijn jongen gaan voetballen, ik wil hem gaan leren en ik wil bij het voetbal kijken. Maar ja, die band die ik nu met mijn dochters heb, is top. Leven voor je vak met alles wat erbij komt kijken. Het vrijblijvende is er al een tijdje af bij Berghuis. Zijn leefstijl staat volledig in het teken van voetbal. Ja, is ook een proces geweest, maar dat is wel iets wat de laatste jaren het geval is, ja. Je merkt gewoon, ik heb daar heel veel profijt van. Ja, maar ik denk dat de cijfers daar ook wel, die spreken voor zich. Ik mis bijna geen wedstrijd, ik ben heel weinig geblesseerd. Vanaf eigenlijk mijn 5 jaar bij Feyenoord en nu bij Ajax, dat ik bijna geen wedstrijd gemist heb. En dat is gewoon, dat komt voort uit het professioneel leven voor je sport, je rust pakken en goed eten. Ja, je krachttraining doen en het hele pakket. En ik heb ook gewoon het voorrecht gehad om hele goede spelers te zien. In de kleedkamer te zitten met grote spelers en te kijken hoe hun dat doen. Ja, ik speel nu met Dusan. Ik denk dat de jongens heel veel dat al hebben gezegd. Maar ja, daar leer ik ook nu nog van. Hoe hij sommige dingen aanpakt in zijn voeding en in zijn oefeningen en in zijn rust. En zijn discipline. En het maakt niet uit wanneer of welk tijdstip. Of hij doet altijd zijn oefeningen en altijd zijn programma. En hij is altijd bezig. Dus hij zal nooit wat missen. En dat is wel iets wat ik meeneem. Constant zijn in de dingen die je doet. Ziet er ook nogal fit uit, hè, Dusan? Hij ziet er heel fit uit. Hij kijkt niet voor niets als shitje uit op het veld. Nee, maar daar werkt hij elke dag voor. Ja. Nee, want dat komt niet aanwaaien. Nee. Ik heb best wel lang zaal gespeeld. Van denk mijn 14e tot mijn 17e. Toen ik naar Go Ahead Eagles ging in de jeugd. Toen kon het niet meer. Maar daarvoor, ik heb zelfs nog eredivisie zaal gespeeld. Playoff wedstrijden met Orient Plaza, Nijmegen. Vond je dat niet mooier dan veld? Ik vond zaal wel heel erg leuk en ik denk als ik niet prof was geworden op het veld, dat ik wel in de zaal de eredivisie terecht was gekomen. En misschien wel oranje zaalvoetbal. De Berghuis naar zijn linker en is het 4-1. De 198ste ontmoeting ooit. Klassieker hoort met publiek gespeeld worden in de arena en in de Kuip. Berghuis zoekt de combinatie, Berghuis gaat hij het zelf doen? Nee, ja, zo komt de goal ook op tot stand. Deze is wel binnen. Van dichtbij, Berghuis. Kans Berghuis en daar is de goal al voor Ajax. Ajax voor de 27ste keer in de geschiedenis naar de bekerfinale. Is het een beetje zoals je had verwacht? Want je maakt een voorstelling bij een transfer, of het nou is naar Watford of naar Feyenoord, naar VVV, wat dan ook. Ja. Had je een bepaald beeld bij Ajax en is dat uitgekomen? Ja, dat is wel uitgekomen, ja. En de grootheid en ook toch wel het moeten en willen presteren. Sommige dingen zijn gewoon niet goed genoeg. En ik denk dat vanuit de directie naar hoofdtrainer en dat die dat signaal doorgeven aan de spelers eigenlijk. Waar de club naartoe wil en daar wil je in mee. En dat zag ik al wel een beetje van de buitenkant, zeg maar. En nu merk ik het ook aan de binnenkant. En de spelers die er zijn en de mentaliteit die ze hebben. Ze denken aan grote dingen. En een groots presteren, en dat wil ik ook. Hoe kijk je naar je eigen prestaties vanaf het begin tot aan nu? Nou, daar ben ik wel tevreden over eigenlijk. Ik heb toch wel bij vorige clubs best wel tijd nodig gehad om helemaal mezelf te zijn. Om dat spel te kunnen brengen op het veld. En ik moet zeggen dat het bij Ajax wel wat sneller is gegaan. Ik denk ook door omstandigheden, omgeving, spelers om je heen. Het loopt allemaal goed. Dus dat heeft het proces wel versneld, denk ik. En mijn leeftijd en mijn ervaring ook.
De overstap in de zomer ligt gevoelig. Toch voelt Berghuis zich vanaf de eerste minuut gewaardeerd in Amsterdam. Natuurlijk was dat enorm spannend. En uiteindelijk wanneer je op het veld staat, dan laat je dat wel los. Dan focus je echt op wat je moet doen. En ja, dan ligt, heb ik al vanaf het begin gezegd, de waarheid gewoon op het veld. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Dat soort dingen kunnen ook heel snel weer omslaan. Dus dat houdt je ook wel weer op je tenen altijd. Maar ja, ook daar ben ik niet heel erg ontevreden over. En ja, ben ik blij op de manier waarop het nu eigenlijk gaat. Beşiktaş thuis bijvoorbeeld, hè? Zo'n goal naar die hoek. Weet je, ja, dat zijn toch momenten, hè? Ja, dat was leuk. Ja, tuurlijk, als je een doelpunt maakt. Voor de club waar zij van houden, dan helemaal op Champions League niveau, ja, was dat mooi. En ja, in die hoek is natuurlijk ook een keer iets anders gebeurd. Met Neres, toch? Dus ja, inderdaad. Ja. Dus, later waren jullie beste vrienden. Ja, dus zo is voetbal weer, weet je. En hoe mooi kan het ook zijn. Ja, met deze stap heb je natuurlijk ook wel in heel Nederland iets ja, ook wel toch wel iets, zo zie ik het, iets moois gebracht in die zin. En ja. Met een andere Braziliaan lijkt Berghuis ook al een tijdje beste vrienden. Antony, ja. Wat is dat, die klik? Dat knuffelige... Ja, ik weet niet. Toch twee liefhebbers, denk ik. Voetballen, twee linkspoten. Ja, ik moet altijd lachen hoe die mijn naam natuurlijk zegt. Berghuis. Steven Berghuis. En dat zijn wel leuke dingen. Dat zijn wel mooie dingen ook. Hij heeft zijn droom waargemaakt. Een prachtig gezin, voetballen van Ajax en het Nederlands elftal. En nog lang niet uitgevoetbald. Een beetje zoals hij 20 jaar geleden had voorspeld bij het schrijven van een stukje voor de schoolkrant in Apeldoorn. Oh nee joh. Ik bewaar mijn leukste herinneringen in Berlijn. Veel gelachen met Riyad en Pisco. Dit waren mijn klasgenootjes. Ik heb geen blunders gemaakt volgens mij. Ik zie mezelf over een paar jaar lekker voetballen bij een goede club. Met een mooie vriendin aan mijn zijde. Nee joh. Dat wist ik helemaal niet meer. Hé, maar dat is aardig gelukt, toch? Mooie club. Mooie club. Mooie vrouw mooie aan je vriendin. Zijn. Met kinderen, dat stond er nog niet bij. Ja, hier zit wel alles in eigenlijk. Toch? Zeker. Dit vat het best goed samen, wat ik net allemaal heb verteld. Absoluut.